Ron. Je had in eerste instantie besloten om niet meer mee te gaan met de Speedweek. Vorig jaar was je er niet bij. Wilco heeft je toch weer overgehaald en ben je er blij mee? Nou Bach, je ziet het wel aan de weersomstandigheden. Veel beter als dit kunnen we het niet treffen. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik had dit jaar niet zo heel veel gereden. Ik had best wel weer zin om te rijden. En het is grandioos. Het is leuk om alle oud-crews die al jaren meegaan hier weer te treffen. En een leuke club met mensen. Dus ontzettend leuk om te doen. Wat vind je van het concept van twee circuits in één week? Ja, ontzettend leuk. Ik had op dit circuit zelf nog niet gereden. Het is een hele uitdagende baan. En je merkt gewoon aan de mensen ook dat ze heel veel leren. Het zijn twee behoorlijk verschillende circuits. Je kunt de mensen veel bijbrengen. En hier hebben ze veel aan om in de toekomst ook overal makkelijker en harder te kunnen gaan rijden. Wizam, ervaren circuitrijder, maar voor het eerst mee met de Speedweek. Wat is je indruk van de eerste dag? Ja, super. Wel goed georganiseerd. Goede voorrijders. Je kan er veel van leren. Ik was met een andere organisatie begin van het jaar, maar daar konden we alleen maar vrij rijden. Dus dan pak je toch wel soms, laat je wat ruimte liggen. En nou word je wel echt nu, ze laten je zien welke lijn je moet pakken en hoe je de bocht, om de bochten heen moet. Je denkt dat je na 4 dagen een hoop progressie kan maken? Uiteraard. Ik denk het wel. Als we zo doorgaan, vandaag hebben we echt met marge gereden. Met verstand en maar wel echt op tempo. Dus, dan weet je dat je eigenlijk de rest van de week wel mooi op tempo kan rijden. Inge, je hebt best al wat circuitervaringen, vertelde je. Nu voor het eerst mee met de Speedweek. Wat is je eerste indruk? Vooral vanmiddag heel erg leuk. Heel erg leerzaam. Dat is echt. Ik heb het idee dat ik al heel veel geleerd heb vanmiddag, vooral hier. In 1 dag. En wat vind je van het concept van 2 circuits in 1 week? Geweldig! Ja, dat is juist het leuke, want als je 4 dagen moet rijden op 1 circuit, denk ik dat je op een gegeven moment er ook wel op uitgekeken bent. Dus zeg maar 2 dagen één, 2 dagen de ander, ja, dat vind ik heel erg leuk. Nou, dan kan ik je beloven, dat circuit aan de andere kant, Almeria, is echt heel anders. Dus je gaat nog wat beleven. Helemaal geweldig!